Kijkers, wij richten ons in deze aflevering ook op het leven van een dialysepatiënt die ernaar smacht om weer eens gezond door het leven te gaan. Vanessa Soukarts is moeder van 4 kinderen. Zij dialyseert 3 keer per week en is nu na 2 jaar dialyseren ernstig van slag. De oplossing voor haar is een niertransplantatie, maar dan moet ze een donornier zien te vinden. Uw aandacht voor het volgende hierover. Dat steeds meer jongere mensen moeten dialyseren is een feit. Deze jonge vrouw, Vanessa, dialyseert al 2 jaren. Ze geeft aan dat het geen leven is en heeft als wens dat ze weer gezond wil zijn en hoopt een nierdonatie te krijgen. Met die innige wens is ze bij 1 voor 12 beland. Reporter Ann Cartotaruno sprak haar. Ik ben een moeder van 4 kinderen en ik dialyseer nu al 2 jaren. En zoals u kunt zien, het is geen pretje om te dialyseren. En ik wil weer gezond zijn. En de mogelijkheid is er wel om gezond te zijn door middels van een niertransplantatie. U heeft het over dus een nierdonor. Daar bent u naar op zoek. Kunt u even het een en ander vertellen hoe het allemaal in zijn werk gaat? Bij dialyseren vervalt je nieren eigenlijk, daarom dialyseer ik. Maar om weer gezond te zijn kan je alleen door middel van een niertransplantatie. En om aan een niertransplantatie mee te kunnen doen, heb ik een nierdonor nodig. Een levende nierdonor van een gezond persoon. En dat ik al geselecteerd ben, alles is al zo'n beetje in kannen en kruiken, heb ik toch nog een nier nodig. En een speciale nier, want ik weet niet hoe het allemaal werkt, kunt u de mensen uitleggen? Mijn bloedgroep is O positief, maar ik kan ook een O negatief accepteren. Daarnaast is het niet echt specifiek een die bloedgroep alleen, dus iemand die mij een nier wil doneren, mag niet uit welke bloedgroep hij heeft of zij heeft, kan mij een nier doneren. Omdat er dan door middel van een kruisdonatie, kan ik ook weer gezond door het leven gaan. Hoe lang bent u bezig met de artsen om eigenlijk te kunnen kijken of er een nierdonor, een geschikte nierdonor voor u is? Ik ben nu circa al 2 jaar mee bezig. En is de dat het zo ver gaat komen. Maar daarom ben ik bij u gekomen. En ik weet dat er hulp daar is. En ik ga het krijgen. Hebt u er goed over nagedacht? Want je vraagt eigenlijk een gezonde nier. Ja, ik heb er goed over nagedacht. Een mens heeft 2 nieren, een gezond persoon. Dus elk mens wordt geboren met 2 nieren. En in principe kan elk mens met 1 nier door het leven gaan. Tenzij je chronische nierschade hebt of een hoge bloed. Of je bent een hoge bloedpatiënt of een diabetes. Dan kan je geen nier doneren. Maar een gezond persoon kan best wel met 1 nier door het leven gaan. Dus als een persoon mij een nier wil doneren, schaadt het hem eigenlijk niet. Want hij helpt een andere persoon leven om gezond door het leven weer te gaan. Zodat ik weer met mijn kinderen kan zijn en daar kan zijn. Maar is de bedoeling, als u 1 nier krijgt, is dat voldoende? Ja. Meer heb ik niet nodig. Ik heb gewoon 1 gezonde nier nodig. Als het kan een O-positief of een O-negatief. Maar elk ander bloedgroep kan ook. Nu hebt u dus in principe 2 beschadigde nieren. Moet ik dat zo zien? Ja. Mijn nieren zijn uitgevallen vandaar dat ik dialyseer. Het is geen pretje om te dialyseren. Het is geen leven. Hoe lang dialyseert u? Hoe lang zit u aan de stoel? Ik zit al 2 jaren bij het dialysecentrum. En ik zit 4 uren bij de machines. En ja, iedere keer wanneer je aan de machine wordt aangesloten, dan zet je letterlijk je leven op het spel. Want het is 50-50. Je hebt eigenlijk, je leunt letterlijk op de doktoren en de verpleegsters die daar zijn.
En je bent afhankelijk van hun. Maar na de dialyse, dan ben je ook helemaal kapot. Want dan kan je niks meer doen. Het enige wat je kan doen, is alleen maar slapen. En bijkomen, pas de volgende dag kom je weer bij. En ik dialyseer 3 keer in de week. Maandag, woensdag en vrijdag. Dus in principe heb ik maar ook 3 dagen in de week om te leven. Voel ik me goed. En dat is op dinsdag, donderdag en zaterdag. Maar ik wil elke dag gezond zijn. Ik wil elke dag goed zijn. De meeste werk doet mijn kinderen voor mij. Als ik van de dialyse kom, is mijn ouders daar voor mij. En ik leun letterlijk op hun. Dagen dat ik me goed voel. Ja, dan ga ik een beetje huis schoonmaken. Helpen in de tuin. Werkt u? Nee. U kunt niet werken? Ik ben niet in staat om te werken. Vanwege uw gezondheid? Vanwege mijn gezondheid. Bij deze doe ik een oproep. Mensen die naar dit programma kijken en luisteren. Ik doe een beroep op jullie. Ik vraag diep uit mijn hart. Help me. Ik ben een moeder van 4 kinderen. En ik wil graag weer gezond zijn. En ik weet dat het kan. Ik ben een dialyse patiënt. Ik dialyseer 3 keer in de week. Het is geen pretje om te dialyseren. Make-up doet veel, geloof me. Maar als ik dialyseer, ben ik niet zoals jullie me nu hier zien. Ik probeer het tenminste goed uit te zien, want ik weet dat het kan. En ik wil jullie vragen of jullie mij een nier kan doneren. Een levende nier van een mens. En mijn bloedgroep is O positief, maar volgens de dokteren kan ik ook een O negatief accepteren. Maar is er geen persoon daarbuiten die matcht met mijn bloedgroep, maar toch mij een nier wil doneren? Kan ook, maakt niet uit wat voor bloedgroep u hebt, al is het AB of B+, maakt niet uit. Het is allemaal is ook goed, want door middel van een kruisdonatie kan ik nog meedoen met de niertransplantatie. Misschien kunt u mij niet helpen, maar iemand anders wel, want er zijn toch tal van mensen die graag gezond willen worden. En vandaar dat ik eigenlijk deze oproep ook doe, om ons te helpen, zodat ik althans weer gezond kan worden, want ik wil gezond worden. Ik wil daar zijn voor mijn kinderen. Ik weet dat het kan. En daarom kom ik hier. Mevrouw Vanessa, als u een donor gevonden hebt, waar zal de operatie geschieden? Als ik een donor heb gevonden, dan kan de operatie hier in Suriname plaatsvinden. Is het een Nederlander, dan kan het in Nederland plaatsvinden. Dus het hangt van de donor af? Het hangt van de donor af, ja.